Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto vinden we veel wolken boven Engeland en Ierland. En ook in onze omgeving is veel bewolking aanwezig. Het hangt allemaal samen met een zwakke storing die zich uitstrekt vanaf Denemarken tot over Duitsland richting Frankrijk. En daarin is de lucht vrij onstabiel en daar kunnen buien op ontstaan. En ook boven Engeland ligt er een storing en Ierland, daar trekt ook een storing voorbij. Als we naar de weerkaart kijken, vinden we een hoogdrukgebied boven het oosten van Europa. Zorgt ervoor dat de lucht daar stabieler is, maar morgen in de loop van de dag komt de storing geleidelijk aan opzetten en kunnen er fikse buien gaan ontstaan boven Frankrijk, het Alpengebied en ook Noord-Italië en Zuidoost-Frankrijk. En ook in Italië dus, Zuid-Italië heeft te maken met buien en ook in Griekenland kunnen later op de dag flinke buien gaan ontstaan. En op zondag trekt in Engeland een andere storing voorbij. In onze omgeving is er een tweedeling te vinden tussen het westen en het oosten van Nederland. Het oosten, daar zit veel bewolking en vanavond misschien een enkele bui. In het westen zijn opklaringen en daalt de temperatuur vanavond naar 18 of 19 graden. En diezelfde tweedeling vinden we ook vannacht met opklaringen in het westen. Lokaal is kans op mist en nevel en de temperatuur daalt naar 12 graden. In het oosten zijn meer wolken en ligt de temperatuur rond 15 graden. En daar kan nog een spatje regen of motregen vallen vannacht. En morgen overdag blijft het in het westen nagenoeg droog. De zon die breekt af en toe door en het wordt daar 19 tot 20 graden. In het midden en oosten zijn meer wolken en valt soms een bui en wordt het 21 of 22 graden bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Op zondag, maandag en dinsdag vallen verspreid over het hele land een paar buien. Het is licht wisselvallig met een afwisseling van wolken en zon. En de temperatuur ligt rond de normale waarde van 18 tot 21 graden. En als we kijken naar de temperatuur voor de lange termijn, dan zien we dat die vaak rond de normale waarde van 20 graden schommelt. Pas aan het einde van de periode gaat de temperatuur iets omhoog. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.